Waar moeten we heen, Chris? Misschien hier. Nou, je kan er wel heen, je kan er wel heen! Echt? Nee, toch? Yo, ik heb hem. Ik ben er langs. Oeh. Jomis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA video hier op mijn kanaal en als game. Vandaag racen we natuurlijk weer jullie race en ik zit hier samen met Chris. Hallo. En Koen. Hallo. Hallo. Wat wij in deze serie doen jongens, is wij racen natuurlijk jullie race met de... Oh, de checkpoint ik heb hem. Pakte ik niet. Ik had hem net zo. Ik heb wel. We racen natuurlijk jullie races die jullie hebben gemaakt met als titel Jara Race, als beschrijving Jara Race, als tag Jara Race of wat dan ook. En in die race geven jullie wat tips, als dat lukt, als er überhaupt tips te geven zijn. En geven jullie nog eens een cijfer, dus ja, we gaan er vandaag weer het beste van maken. Dit is een Grand Prix race, ja. Dus het is goed oplet geblazen. En vind je het dan leuk om naar te kijken, dan natuurlijk subscribe blijkt. Want als wij de 3000 jongens... Nou, 3500. Als wij de 3500, oftewel 3500 likes kunnen halen, zou ik het awesome vinden. Dus ram natuurlijk zo'n kaart op lijken als je het leuk vindt. En dan gaan wij weer 3 races van jullie racen. Ja, ja. Ik lig 10e, dan ben ik niet gelijk. Ik lig 7e. Ja, maar het is kut, want al die palen kun je nu niet omrijden. Die hebben ze allemaal fucking geblokkeerd. Maar dat is wel niet goed. Die kleine ja, paaltjes. Oh, die kleine paaltjes kun je nog wel omrijden. Ik vind die grote paaltjes wel origineel geblokkeerd, zeg maar. Normaal staat er een pad omheen. Ja, nu staat er gewoon een blok of zo omheen. Dus ik vind het wel netjes. Hij rijdt wel snel hoor, deze race. Oh, ik ja, ik vind het een goede race. Ja, ik rijd weer bijna het laatste. Dit is een goed circuit. Nou, ik vind deze ook leuk. Bij een RS7P rijden. En er staan overal dubbele checkpoints, je kan ze ook niet missen wat je ook doet. Ja, klopt. Dus dat is helemaal goed. En nu in lap 2. Ja, het zijn er 5, succes. Holy shit. Ja, dus als je fout maakt, dan lig je meteen helemaal achteraan. Dus ja, en als ik geen fout maak, dan lig ik ook meteen achteraan. Ja, jij wel, Koen. Jij wel. Nou, ik sta nog steeds 7e. Ik sta 9e, omdat ik net een fout maak toen ik zei als je fout maakt. Je bent ook gewoon de hele achteraan. Race altijd op dat de plek meestal liggen bij dit soort races. Ja, tenzij je een fout maakt, ja, maar of mensen voormaken fout. Ja precies, het is hier gewoon om eigenlijk zo goed, zo clean mogelijk te rijden. Ja, en dat heb ik nu alweer verneut. Er is altijd wel 1 van de 30 die oh kut, moet hij naar links? Kom op, ik sta 9e nog steeds, maar please maak even een foutje voor me. Maar echt, de mensen in RS7B die gaan altijd te snel, want die kan ja, echt, die hoeft niet te remmen in bochten. En dan rijden nou, dat doe ik lekker wel. Echt? Oh, netjes. Ik rijd eigenlijk altijd met Osiris op T20, vind ik zo fijn. Ja, ik ook. Alleen RS7B is blijkbaar heel goed in circuits ofzo. Ja, precies. Ja, klopt. Zo'n Cheetah ofzo is ook next in circuit. Vind ik ja. Cool. Ik rijd nu 5e. Ah, ik heb een foutje gemaakt, een pedestrian. Ja, ik weet niet, ik sta opeens 5e, terwijl ik echt gewoon... Ja, nee, hier hebben ze een fout. Oh, nu maak ik weer een fout. Ze hebben hier ook fout gemaakt. Hoeveel sta jij dan nu, Jan? Ik sta nu 9e nog steeds, maar ik lig zeg maar net oh, achter ja, drie mensen. Oh ja, dan rij je 4 heel dicht achter mij. Ja, dat ben ik. Daar zit ik. Rij je eigenlijk daarvoor net zeker? Ja, ik ben die... Ja, ik zie jou dan. Ik ben die loner daar. Zo, dat is wel een gave bocht door daar. Oh, maar dank je Chris, als je niet zegt dat je met de RS7P moet trekken. Oh, als je precies goed neemt, dan kom je er echt malle moeren mooi uit gewoon. Heb je de RS7P? Het is ook best moeilijk om een circuit te maken, omdat je zeg maar moeilijke bochten en makkelijke bochten maar moet maken. Ja, en het is heel goed opletten dat je moet de bochten ook goed zetten. Niet dat je opeens een dikke S-bocht of zo krijgt wat je niet kan verwachten. Ja, deze vind ik heel niks gemaakt, man. Ik vind het een goede race. Ook. Nee, 5 laps is best veel. Ja, dat nou, klopt. Het is 1 minuut per maar lap. Maar dus als je 2 laps doet, dan kunnen mensen eigenlijk gewoon ja, heel klopt. Clean rijden. Na zeg maar 4 laps ga je echt wel een foutje maken door iedereen. Klopt. Ik lig nu 7, ik lig achter jou, Chris. Ja, ik ben 17e bijna. Ja, ik zie het. Die vindt hij mijn betere bochten. Ik wist niet dat je niet hoeft te remmen met een RS7P. Hier moet je ver mogelijk naar links en dan kan je weer scherp insturen. Dus jij doet nu verkeerd. Maar ik ook nog, kut. Ik slip er nog weg. Ja, nou, ik heb het nog redelijk gedaan. Ja, jij deed het nog goed ook. Maar je moet hem daar naar buiten sturen en dan meteen weer insturen. Checkpoint, dank lekker. Vierde lap. Dan krijg je ook lekker in de peloton hier. Ja, hou jij mij in. Nee! Oh, ik knal tegen de muur. Ja, ik ook. Kijk, deze is mooi gemaakt. Dus deze... Oh, kijk, nu kom ik niet goed uit. Ja, jij wel weer, hè? Als je daar precies goed uitkomt, dan ram je net langs die muren. En dat is netjes, man. Deze ook mooi. Oh, die RS7B is echt... En hier kan je de range pakken als je hier echt hier kan je mooi tussendoor rijden. Yep. Ah, kak. Dan moet je hier de binnenbocht nemen. En daar moet je naar de buitenbocht toe. Ja. En dan heb je meteen al de buitenbocht voor de volgende bocht. Chris, ja, jij nu ook. Oh, kut. Dat was niet handig. Je moet daar in de buitenbocht blijven. Ja, dat was ik even vergeten. Ah nee, ik kan het niet. Hier moet je hem insturen, dan stuur ik hem steeds over het gras ja, in zo. Dat doe ik ook. Dan mis je alle bordjes en dan hier weer tussen de bordjes door. Oh, jullie hebben echt tactieken hier ook. Oh! En dan knal je tegen een paal. Ja, dat was niet de bedoeling. Het spijt me. Kan gebeuren.
Dat, Chris, was bedankt net, voor de tip was... dat je niet hoeft te remmen met de RS7B. Nee, daar was mijn auto net iets te breed voor. Ik heb al 4 mensen ingehaald. Wist je dat niet? Niemand heeft me nog ingehaald hè, door die crash, Chris. Ik heb hem een beetje onderschat. Oh, daar rijden we best ver voor, hè? Ja. Deze bocht hier is nice. Hier moet je insturen, dan meteen naar de buitenkant en dan weer insturen. Dan kan, kan je wel zien wie er goed bochten kunnen maken en wie niet. Ja, maar het is ook een beetje, je moet zeg maar het proberen, weet je wel. Je moet proberen echt snel te gaan. En als anders word je geen eerste. Nee, je moet ook risico's nemen hierbij. En met die risico's kan het ook weer helemaal fout gaan gewoon. Dus... Ah, kut, dat bedoel ik dus. Hallo vriend. Maar ik snap het niet. Ik heb de hele race hier gereden en er rijdt iemand 30 seconden voor op mij. Hoe doe je dat? Nee, want ik lag nog best wel redelijk bij jou en ik heb echt veel fouten gemaakt, toch Chris? Ja, dan ben ik niet zo goed, denk ik. Ik heb gered voor de bocht. Dat is redelijk jammer. Dat was echt een hele... dat gevoel dat je zo mega maakt. Echt, ik heb iemand erom de eer gehaald, heerlijk. Echt? Oh wauw. Is dat Koen of niet? Nee, ik zat 13. Het is... lekker. Even kijken, nu ben ik gecrashed. Wat is zijn naam? Zijn naam is... Ik kan het niet lezen, doordat hij zo rijdt. Hell Jokers ofzo. Kijk uit voor de paal, Jan. Oké, ik kan deze ronde niet tegenaan, gelukkig. Hoppa, weer een. Ik slip. Ah, klote bordje! Fuck, man! Eigenlijk moet je als je een race maakt die bordjes kunnen verwijderen, maar dat kan niet. Chris, ik begin alweer op je in te lopen, hè? Jammer dit. Ja, ik kan je niet meer inhalen. Maar weet je wat het altijd is? Als ik altijd alleen rijd, dan doe ik minder mijn best. Ik crash je één keer. Als je iemand voor je hebt rijden, dan wil je diegene inhalen en dan ga je meer risico's nemen. Nieuw, ik ben alsnog 7e, man. Ik voor circuitstandaard geef ik deze race echt gewoon een dikke... Ik geef echt een 8,2. Ik geef hem een 8,5. Ik ben nog niet gefinished, dus ik kan nog geen cijfer geven. Ja, mag wel, want je kent de baan als je hoofd. Nee, ik moet de hele race. Oké. Zo, deze vet heb ik geen zin meer in. Waar ben je dan, Koen? Ik ben aan het crashen. Maar ik ben bijna bij de finish, denk ik. Je moet alles goed doen, maar niet crashen, jongen. Papa, 14 hè? Oké, ik geef hem een 8,5, want ik vond het wel... Ik ook. Dus 2 8,5 en 1 8,2. Het kan nog wel op bepaalde puntjes verbeterd worden, met wat kutpaaltjes telkens erin zitten, maar... Ja, maar je kan die ook niet weghalen, die paaltjes. Nee, daarom. Maar... Dus het is echt gewoon sneaker tussendoor rijden en dan... Ja, heb je hem clean. Een 8 plus is toch wel mooi, hoor. Ja, dikke... En de RS7B is ook echt voor deze race gewoon. Dikke goede race. Nou jongens, dat was de eerste race. Goed cijfer, dus ik hoop dat de tweede race net zo goed is. Zijn we jongens, bij de tweede race is een troll race die 99% van de mensen niet kan finishen. Dat staat er. Ah. Dat staat er, ja. Dus ik hoop dat hij gelijk heeft, want anders zijn het minpuntjes. Dan heeft hij gelogen. Ja, clickbait! Ja, nu kan je clickbait titel gebruiken. Clickbait. Een klikbeterige trollrace is dit. Hey, maar misschien is het geen klikbeter. Kijk uit hoor. Ja, ik ga niet te hard gaan, Kijk uit. Ja, hier moet je... Dit is nog niet echt trollen. Nou, dit haal ik niet hoor. Dit haal ik niet hoor. 99% heb je gehaald. Ja, 90% van de mensen daar gefaald, ja. Ja. Dit is... Oh, hey Chris, je zit lekker. Wat een circuit. En dat vind ik fijn. Nou, lekker over het zandje rijden. Ik kom echt wat dichter bij je. Ja, oh, lekker. Zand. Ja, goed man, goed bezig. Oh, we moeten van de baan kut, af. Ik stuur te vroeg in, zag je. Oké, we moeten er hier vanaf, ja, en dan? Dan gaan we aan het beginnen, denk ik. Ik denk het ook, want tot nu toe is het... Of de troll is dat het geen trollrace is. Ja, dat kan ook. Oh nee, hier kan je niet door, Het begint nu. Het begint, ja, jongens! Je moet zo rechtdoor hier, denk ik. De spanning is begonnen! Wie gaat als eerste vandoor? Ja, je moet hier. Oh kut, oh my god. Ik knap gewoon tegen het hekje aan, jongen. Ja, ik ook. Hoppa. Ik krijg gewoon de hele dinges achterna. Eerste plek voor Chris. Ja, oh nee, ik sta tweede. Kut. Ik sta fucking 7e. Oh, ja, oh, what the fuck! Okay, hier moet je wat gebeurt hier nou weer dan? Oké, jongens, we moeten hier gaan kiezen. Wauw! Oh, iemand remt al af bij die jump, want die denkt... Moet ja, je gaan kiezen? Die. Ja, we komen bij heel veel buizen. Ja, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga rood pakken. Ik pak helemaal links. Want ik ben linkshandig, dus als die aan mij heeft gedacht, dan is de linker. Ik pak de ene linker. Ik pak links! Niet rood. Ik pak zwart-geel. Ik pak zwart-geel. Rood, ik heb links, omdat ik linkshandig ben. Zwart-geel is het niet. Nee, ik ga dan blauw-oranje pakken. Oké, als jij blauw-oranje pakt, pak ik geel-groen. Blauw-oranje is het ook niet. Geel-groen is het ook niet. Oh, de linker is het ook niet. Volgens mij zit hij op de grond, hoor. De checkpoint zit op de grond. De checkpoint zit hoger, toch? Nee, volgens mij zit hij op de grond. Pak blauw nu. Ik zweer je, volgens mij zit hij op de grond. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik weet hij zit in de lucht. Oh nee, hij zit wel in de lucht. Wacht, ik ga eens even kijken. Het is blauw ook niet.
Oh, wacht, dan je was moet ik net daar aan. Uitkomen. Ik ben eens even aan het Ik heb alleen roze nog niet gehad en groen-geel nog niet. Ja, ik ben nu in roze, maar dan ben ik al redelijk ver aan het rijden, maar ik weet niet of... Nee, je moet in roze, je moet in roze en dan respawnen. Roze en respawnen, als je de checkpoint hebt. Huh? Maar ja? Ik heb de checkpoint niet. Okay. Roze en respawnen, welke is dat dan? Dit is een roze. Nee, wacht, ik ga eens even... Wacht, dan moet ik even goed kijken. Het is... Welke buis is het nou dan? Ja, buis? Deze is het sowieso. Je moet hier allemaal dingen doen. Hier is helemaal een koer voor je. Het is roze, maar ik kan nu niet zien welke fucking roze is. Ja, dat zie je toch aan de beginbuis. Oh ja, het is inderdaad roze. Ja, roze? En gewoon de, die roze met grijs. Met, roze met grijs, oké. Aan het begin. Je moet dan respawnen, toch? Nee, ik moet gewoon naar beneden vallen hier. Gewoon naar beneden vallen. Roze met grijs. Ik zag mensen respawnen, die kwamen erop. Hé, maar waar moet je dan heen met roze met grijs? Oh, er zitten hier allemaal dingen in. Je moet op een gegeven moment zitten, je moet in het tweede gat moet je vallen. Aan het begin heb je al scooters al gehad. Ja, ik ben nu bij Jan, hey Jan. Oh, ja, ik zit er even vast. Dit is nou de vierde keer dat ik deze buis in rijd, elke keer doe ik het niet. Nee, deze jumps die pakt niemand. Nee, wacht, kijk uit. Ik moet hier het gat in. Oh ja, hier het gat in, hier het gat in. Oh mijn god, hier reed ik net gewoon langs. Waar ben ik een oekel? Oh, we moeten een balride doen nu. Oké, dit is wel... Ik dacht dat je moest respawnen, ik zag mensen respawnen. Ja, dat dacht ik ook. Ik vind het wel cool hoor, je moet hier moet je wel even goed opletten. Oké, ik zal niet de stun nemen, ik zal niet de stun nemen. Oh, remmen. Ja, hier komt een walruit, kijk uit. Oh, walruit. Rijden wij goed? Ja. Ik weet niet of je die moet nemen. Lekker bezig, Jan. Moet je de walruit nemen? Jongen, hij denkt ook niet expres, man. Nu moet ik helemaal godgas een kutzooi opnieuw, jongen. Ja, ik moet daar super ver opnieuw. Ja. Kut, man. Okay, ik ga gewoon over deze walruit. Hallo. Pak deze boosters. Oh, wat is dit nou voor troll dan? Volgas naar beneden hier. Nou, ik ben weer bij de walruit hoor. Oké, ik kom weer bij nieuwe trolls hier, zie ik. Ik zie hele grote muren. Ik weet niet wat de fuck dit allemaal is. Kijk, rijd op de walruit. Kun je die gewoon normaal halen? Ja. Dan moet je gewoon hard naar beneden rijden. Oh ja, ik heb de checkpoint. Oké, top. Got him! Maar nu moet... Oh, ik snap het al. Je moet door je moet van het trappetje afrijden. Door BMX. Ik vind die buis vind ik wel vet verzonnen net hoor, daar ook. Ja, ik ook. Ze moeten wel doorheen vallen. Dat is gelukkig zagen we het even, maar... Dat moet je in de BMX had eigenlijk superveel turbo's moeten doen, zodat je er snel voorbij ging rijden. Eigenlijk, wat moet je doen? Ja, dat is waar. Maar ik was er voorbij gereden hoor. Ja, Christy was, ja, ik niet. Want ik zag, ik zag andere troll, mensen daar vallen. Dus Chris was 99% kon halen. Ik ben nu bij die halfpipe. Ja, ik ben nu bij een gedeelte wat ik ook even niet begrijp. Ik ben nu bij die halfpipe en dan moet ik weer uitgaan zeker. Volgens mij moet je gewoon omrijden, Chris. Nee, ik denk dat ik door de speeltuin heen moet. Kut, er zit hier een turbo. Hè? Waar? Zo. Iedereen zit hier zo. Hey Jan, daar kan je niet heen. What the fuck? Ja, daar kan je niet heen, maar ik snap niet waar ik wel naartoe moet. Waar moeten we heen, Chris? Misschien hier. Je kan er wel heen, Echt? Nee toch? Yo, ik heb hem. Ik ben er langs. Oeh. Linker container zit een onzichtbare schans in. Dan kan je zelf langzaam erin rijden. En door het gat heen, door het gat heen. Ik zit vast. Nee, je moet door het gat heen, hé. Ik heb hem nu, ik rijd door. Dan moeten we terug. Dus door het gat heen en spring je omhoog en dan ga je verder. Die is vet, jongen. Die is serieus dope. Die is echt goed gemaakt. What the fuck? Die is dope. Oké, nice. Nou, dan hebben we die ook gehad. Dat is een zevende nu, man. Ja, er zit zo'n kutpaal hier. Maar ik kom het gat niet door. Ik hoop gewoon niet. Je hebt het linker, hè? Dan door ja, gewoon... weet ik. Maar ik stuit elke keer in dat gat even weer aanlopen. Terug. Oh ja, maar we moeten dus gewoon een stukje naar rechts sturen. Dan val je erop. Oh, hier zitten turbo's. Oh, kak. Er zit een paal. Weer een randje. Ik ga gewoon dwars door het midden. Ik weet het niet wat ik moet doen. We halen het niet. Wat voor auto ben je, Jan? Oh, wacht. Je hoeft niet door het gat... Een stukje naar rechts moet je inderdaad gaan. Je hoeft niet door dat containergat te gaan. Oh, dat deed ik wel. Ik heb geen flauw idee dan. Oh, ik ben er gewoon langs gereden nu. Via die nou, Koen heeft een succes, Chris. Ja, ik zit vast. Oh, zijn al mensen gefinished? Oh my god. Lop! Ja, dat zijn deze nog gedaan. Wat? Ik ben gewoon nog geploft ook. Ik ben serieus gewoon nog geploft. T-Nex! Wauw, man. Dat was niet de bedoeling. Kut zo, jongen. Dat is nog lastig ook dan. Ja, ik haal dit niet. Stuur wel een stukje naar rechts hier. Poepjes. Ja, gewoon ja, rechtdoor. Ik heb er geen flauw idee waar ik naar zit. Nee, er zit er... Oh, nee, de chip. Waar moet je heen bij die halfpipe, Jan? Gewoon die halfpipe omhoog nemen en dan een trappetje omhoog pakken. Oh ja, kijk. Oké, nu ben ik bij een pjuis. Zal ik daar even in gaan? Ja. Ik sta achtste, jongens. Dit een pjuis. Nee. Oh, ik zie de benen bij de finish. Ah, kakkie, kut finish! Shit! Ah, ik zie wat je dit hebt. Bij de finish. Ik ben zo dichtbij, maar ook zo ver weg. Oh, en boom! Achtste plek! Ik zat hier. Boom! Ik vind het zitten wat originele trolls in, moet ik zeggen. Ja, ik ben er eindelijk door dat gat. Oh, echt? Nu ja, pas? Iedereen zit daar te kutten, ik kom er amper doorheen.
Jongen, man. Nee, ik ben bij... ik zie ook de finish. Oh, lekker bezig hoor, Koen. Kijk waar ik nu naartoe moet. Hoe gaat hij hard, zo te zien? Oh, hier is de finish gewoon. Er zijn wel 14 in al. Dat was toch super easy, nou, man, Chris, deze finish. Ja, die finish, ja, maar ik ging pakken die turbo, toen ging ik helemaal verkeerd, jongen. Ja, ik zag het al, dat die checkpoint op ons zat. Nou, kom op, Chris. Hier kan je gewoon vliegen, Chris. Deze zit er gewoon rechtdoor? Ja, gewoon rechtdoor. Het is een leuke trollrace. Maar als er staat 99% impossible, dan had ik er toch wel iets meer van verwacht. Een beetje, ja, ik geef het een 7, want ik vond het niet echt... Er zaten wel wat goede trolls in, als maar... ik het vergelijk met de andere trolls, dan geef ik het een... Er zaten wel wat originele dingen, zoals die trein en zoals die buizen. Dat ja, maar dat gat, vallen. Dat werkte niet bij mij. Bij jou niet. Kijk uit hier, Chris. Ja, dat wou ik zeggen. Nou, bij Chris werkten de trolls blijkbaar wel. Ik denk, ik geef... Jij, hoeveel gaf jij hem, Koen? 7. Ik geef hem een 6. Ik geef hem gewoon weer 7,25. Ik geef hem een 6,8. Kut. Ja, omdat je hem kan halen. Dat had ik ook! Dat had ik ook, jongen! Kom op, Chris! Ja, ik wil Chris wel die trapte zo, die zit wel overal in. Ik wil wel finish. Ja, die trapt 3 keer in dezelfde ding, volgens mij. Je moet hier een stukje naar rechts, stukje naar rechts. Ja, dan heb je hem. Yeah. Ja, goed hè? Ja, ja. Je moet je gewoon zo meteen een beetje afremmen, dan heb je deze. Ja, ik zat een hele pauze, had ik nou over. Ja, oké, okay, goed zo, jongen. Hey, dit wordt, dit is nou, easy. Dan kom je bij de finish. Dit is easy. Oh my god, remmen. Wat? Chris trapt overal moet in gewoon, niet? Hè. Nee. Oh. Nee! Oh, Chris. Oh, hij moet helemaal opnieuw! Hij moet helemaal opnieuw! Oké, okay, dit slaat, oké, okay, moet naar rechts. Echt waar. Een stukje naar rechts, ja. Oh my god, oh my god. Jij trapt ook overal in, hè. Verder, hij vliegt straks weer over die chip. Verder, ja, ik zweer het gaat weer. Oh, hier is de checkpoint, ik had deze checkpoint gemist. Oh my god. Dan had je hem sowieso niet kunnen halen. Nou, Chris, dan ga je nog een keer. Nee, dat is een tip. We moeten daar een grote checkpoint plaatsen. Nee, dat is een trollrace. Nee, dat is een trollrace. Dat is juist je bedoeling. Oké, waar moet ik remmen hier, hè, Chris. Remmen op de jump. Dan kun je hem nog halen. Ja, kan ook. Goed ik had zo, het ik ging gewoon over de chip. Yeah, goed hoppa. Gedaan hoor, Chris. Goed gedaan, man. Niet toch een met keer trots op je. Nou jongens, dankjewel. We gaan nog door naar de laatste race, nummertje 3. Dus daar zijn we jongens, bij de laatste race van vandaag. Dit is een Black Dragon race. Staat namelijk in de titel. Dus ik ben benieuwd. Dus, en ik heb de verkeerde auto. Ja, het is een Osiris Oni race, dus Chris heeft de verkeerde auto. Ah, er zijn meer mensen met Oxygen Centaurus rondrijden. Hoppa, daar stond Osiris. Hij stond Osiris tested, hè. Dus, ja, en wat? Ik ga naast de ramp. Ja, dat zag ik, ja, dat was niet zo slim van je. Ik hou. Oh, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we! Oh, ik ga naast de boosters, Oekos! Ik niet! Holy shit, deze is dope, jongen! Ik ga niet. Oh, komt hij uit, please doe het! Welke boosters? No! My fucking, niet erop glijden, niet erop glijden! Oké. Ik heb gelukkig. Ik heb hem, op een hele rare, mysterieus. Oh, fuck! Ja, komt opeens een wall. Fuck! Scherven hier. Kut, sorry, dit is opeens een fucking wallride. Die had ik niet verwacht, jongen. Oké. Okay, nou dan, helemaal dan... opnieuw. Ik heb hem weer niet! Je moet. Hé, jongens, er zit nergens een checkpoint. Je moet helemaal dan opnieuw. Succes. Echt. Holy shit, die flip is fucking awesome. Ja, hij is vet, jongen, maar. Kom op. Op de kop hier, dat is super dope. Ik vind sowieso op de kop. Ik ga onder de checkpoint. Oh, ik heb hem. Oké, deze doet het nu bij mij. Ik sta, ja, lekker bezig. Ja, als ik dat nog nice. Holy shit! Holy fuck! Oh, flip met alle turbos in de lucht. Fucking vet. Ja, ik heb geen Osiris, dus oh my god! Ga je auto onder de checkpoint? Holy shit, nee, ik faalde! Maar volgens mij kan ik hem nog pakken. Ja, ik heb al 3. Oh, ik heb hem nog! Holy fuck, maat! Ik heb hem met zo'n fucking harde geluk nog, jongen! Hij is vet! Ik heb al 4 dingen gehaald op de manier hoe het niet moet. Nee, maar jij hebt de verkeerde auto, dus het is wel echt een Osiris race. Ik heb hem wel, ik vind deze echt dope, jongen! Ik tegen een boom. Oké, het zijn sowieso 2 laps, dus we gaan er nog een keer in. Als hij het in 1 keer doet... Ja, het is 30 man lobby, fucking, hè? Ja, maar als hij het nu in 1 keer doet, gewoon goed... Dan krijgt hij fucking hoge cijfers, ik ben benieuwd. Ja, maar als hij het niet doet, kan dat, ligt dat 9 aan de 10 keer van de aan de. Ja, het ligt aan de GTA zelf, maar... Dus of GTA gaat hem naaien, of niet? Ja, precies. Ja. Oh, daar kan je de bocht afsnijden. Oh, netjes. Netjes. Netjes.
Oh, hier, wat de fuck zijn dit voor checkpoints? Ik wist dat jullie zulke goede races konden maken, joh. Holy fuck. Ik heb wel eens een keer races van jullie gedaan, er zaten echt poepraces tussen, maar... Ja, die van DB11. Ja, die van een of andere nee, joh, waren echt slecht. Maar de races die we tot nu toe hebben gedaan, zijn gewoon allemaal goed, joh. Ja. Oh, Rems. Kijk of ik hem weer in één keer kan hebben. Oké, daar ga ik weer, hoor. Ik ga er weer in. Ik heb hem niet, ik ga er zacht. Ik vlieg opeens lucht in. Oké, ik ben bij lap 2. Ik ga te zacht op een of andere manier. Oké, okay, ik ga ook mee. Ik ga een turbootje, ja, dit gaat allemaal goed. Uitstekend. Er zit ook geen enkele checkpoint in, hè. Dus als je me helemaal niet haalt, nee, dan ben je ook gewoon meteen de shark. Ja, lekker. Goed. Ja, ik kan weer omhoog. Ja, goed bezig. Dan hier ook daartussen. Ik ga sowieso weer. Ja, lekker bezig. Walrijdje in op de kopiro. Kiek hem gaan dan, jongen. Het lijkt net Max Verstappen. Ja, dat ga ik niet wel hard genoeg. Doe het. Nee! Nee! Ja, ik ga hard genoeg. Ha, je wil op de verkeerde kant. Kut, kan ik hem nu nog halen? Oh, ik heb hem ook weer niet. Kap, kan ik hem nog halen? Oh my god. Oh, ik rijd er nog op! Dude, ik rijd er nog op. Ik haal hem gewoon met cheater, fuck it. Ik ga door die firehoop. Deze flip is zo vet. Ik heb hem niet, ik heb hem. Hulp. Ik heb de checkpoint gehaald, alleen niet op de manier waarop het hoorde, maar weet je, wacht, ik zit nog... Ja, heeft hij nog een heel hoog cijfer of niet? Nou ja, ik vind hem wel super dope. Hij werkt niet bij mij. Nou, ik heb een verkeerde auto, dus ik kan niet echt oordelen, want ik weet niet hoe die echt gaat. Het is sowieso, wat altijd wel... Nee, ik heb hem niet. Want altijd wel punten geeft hij als je een race met 30 man doet, dan heel vaak heb je of een randje, of dan dit of niet, of eigenlijk als je zo'n race maakt, moet je hem dan doen voor 16 man of zo. Nee, want dat moet 30 zijn voor deze serie, dus... Ja, oh ja. Laat maar weer zitten. Chris heeft niks gezegd, niet naar luisteren. Zo, ben derde geworden, jongens. Ik ga deze flip weer niet halen, hè. Ik vind hem super vet. Ik zweer, ik haal deze flip niet, laat het zacht. Ja, dan moet je moet heel het gas blijven geven, hè. Ja, dat doe ik. Ik heb de verkeerde auto, dus ik haal het ook niet. Nee, Chris kan hem sowieso heel veel mensen halen hem niet, want ik rijd nog steeds veertig. Ja, ik kan hem wel halen, maar... Bij mij deed hij het wel, dus ik geef hem een... Ik geef hem een super mooi getal, 8,8. Ik weet nog niet wat ik hem ga geven. Ik kan niet oordelen, dus ik geef hem gemiddeld een 7. Ja, want Christy kan natuurlijk niet de verkeerde auto. Ik geef hem maar echt een 8,8. Als ik kijk wat er allemaal in zit, is het wel een coole race. Maar het is wel lastig, want je moet hem wel echt in één keer halen. Er zit nergens een checkpoint of zo tussen. Dus dat is misschien wel iets trickier, maar ik vind hem fucking vet. Ik heb hem weer niet. Ja, de flip doet het uiteindelijk. Een mooie 8,8. Okay, ik heb geef jij hem, Koen? Ik heb hem ook weer en ik geef hem... Ik geef hem een 8 gewoon, omdat het niet alles bij mij deed. Nee, oké, okay, fair enough. Ook een hoog cijfer. En nou, ik ontplof na de switch, dus ik geef hem een 7,8. Het enige wat ik dan kan zeggen, jongens, is goede race. Dus heel bedankt al voor het kijken naar deze video. Koen die rijdt nog even lekker door, want die haalt dit niet. Ik weet niet hoe je dat niet kan halen, maar... Ja, ik ontplof na de switch. Ja, mocht je hebben grote mensen rammen, natuurlijk, zoals kaart op lijkt nog. Blijf race maken natuurlijk. Ondertussen zijn er al meer dan 400 races gemaakt, dus... Ja, we moeten wel een beetje veel gaan spelen, maar... Ja, als jullie het leuk vinden, ram die like op. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer GTA, op Chris' kanaal voor meer GTA, op Koen's Twitter voor meer tweets. En ja, dankjewel voor de races. En dankjewel natuurlijk weer voor het meeracen, want het is altijd lekker gezellig. Dus, thanks for watching. Koen, ja? Ja, ja, hoi. Mooi, ja. Lekker man, goeie. Neemt je kon de bocht maar... afsnijden. Ja, maar dat ging niet echt, het ging niet echt heel veel sneller bij jou, moet ik zeggen. Nou hè. Ah joh, je hebt het geprobeerd. Rustig, jongens, bedankt voor het kijken en hopelijk ook weer natuurlijk tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Doei.